Met bijna 60 waren ze. Een hele bende is dat. Maar die raken allemaal heel veilig en wel door die eerste bocht. En wie gaat er als eerste door die bocht? Dat is Danny van Poppel. Maar hij moet al rap het commando laten aan drie Nederlanders. Mike Teunissen, Gert-Jan Bosman en in de gele trui hier David van der Poel. De man in de winning moet, net als zijn broer Mathieu. Die won opnieuw bij de nieuwelingen vandaag. En ook nu lijkt er een dubbelslag in te zitten, want ze blijven mooi samen, die drie. En hier zit de leider in de superprestige, Laurens Sweek. Maar hij rijdt niet goed. Hij rijdt zowat halfweg het pak. Halfweg is overdreven, maar hij zal pas tiende worden. Hij is ziek geweest en dat laat zich gevoelen. De drie Nederlanders vooraan die wachten uiteraard niet, want zij kunnen een goede zaak doen in het klassement. Teunissen bijvoorbeeld, die volgt op 10 punten in het klassement van Sweek, maar die kan hier misschien zelfs leider worden. Zo rap kan het allemaal keren. Er wordt gespurt en de overwinning gaat naar de man rechts in beeld in de gele trui. Dat is David van der Poel, zesde zege van het seizoen. En hij pakt hier dus opnieuw een dubbelslag, net als in Gavre en Hasselt. David van der Poel wint bij de juniores. Mathieu van der Poel wint bij de nieuwelingen. En Laurens Sweek die is nog altijd wel leider, maar heeft nog maar 2 punten voorsprong op Mike Teunissen, als mijn berekeningen goed zijn. Is Tom Meeuwsen leider in het klassement. Hier zijn die beloften met de Nieuwelaren die het pak aanvoert. En het is een heel groot pak hier opnieuw. En kijk eens, het ligt goed bereidbaar. We hebben het zo anders al geweten hier. Tom Meeuwsen wil er een snok aan geven. Maar hij krijgt niemand uit het wiel. Ze blijven allemaal maar volgen hier. Dus met Van Compernolo, Huenders bijvoorbeeld, Van Empel, de Nieuwelaren, Arnouds, Baastaans, van Kessel zelfs. De Nieuwelaren. Het is nu zijn beurt om proberen de kloof te vergroten. 5 man hebben we hier. Meeuwsen die zich verslikt. Van Empel, Baastaans en Chepagnac. Maar de anderen komen altijd weer terug. Geoffroy herkennen we daaronder meer. Kevin Kant, hier Gavenda, Yuri Adams. En nu is het aan Van Empel om weg te rijden. Profiteert een beetje van het mechanisch defect van Jim Arnouds. De tweede in de tussenstand van de Superprestige om weg te rijden. Meeuwsen heeft gezien dat Van Empel goed zit en hij gaat mee. Die twee kennen elkaar van in Ruddervoorde. Mickey Van Empel was toen de verrassende winnaar. En hier de man in de blauwe trui, Europees kampioen Gavenda. In 15e positie. Het is niet zijn dag. Ik denk dat Gavenda een beetje zijn beste periode doorzit. We moeten voortrijden, zegt Meus tegen Van Empel. Want de anderen die willen wel terugkomen. Echt groot is de voorsprong niet hoor. Maar Van Empel laat het werk toch altijd aan Tom Meusen. Die probeert weg te rijden van de Nederlander. Maar het lukt dus o zo moeilijk trouwens. Ja, Van Empel bijt bijna zijn tong stuk om in dat wiel te blijven. En kijk die achtervolgers. Ze zien ze altijd maar voor zich uitrijden. Met de Nieuwelaren opnieuw. Met Geoffroy, met Baastaans. En dan is het Van Compernolle, Kenneth Van Compernolle, die er echt wel lijkt door te komen. Eindelijk dit seizoen. En hij pakt nu de achtervolging in handen. Maar dat is iets wat te laat, want we zijn in de allerlaatste ronde. En Meeuwsen is intussen aan het wegrijden van Mickey Van Empel. Van Empel dus winnaar in Ruddervoorde, maar dan slecht gereden in Hoogstraten. 21ste, was daar ook gevallen op zijn knie. Had er ook nog last van in Gavre. Was er opnieuw 21ste, maar nu dus opnieuw met de goede mee. Maar hij moet wel Tom Meeuwsen laten rijden. In de slotfase rijdt Baastaans, nog een Telenet Fidea ploegmaat van Meeuwsen, er weg van de andere. Hij gaat proberen derde te worden achter Tom Meeuwsen, die na Nederpelt, Gavre en Hasselt hier opnieuw wint. Van Empel, overigens een neef van Ad van Empel, de Empella fietsenbouwer, die wordt tweede. En derde plaats is voor Vincent Baastaans. En er wordt dan nog gespurt voor de vierde plaats tussen Arnouds, Huenders en Adams. Tom Proficiat, het parcours lag al bij al makkelijk, maar het maakt die overwinning eigenlijk moeilijker. Ja, het was zeker moeilijk. Van Empel reed alleen weg. En ik spring er naartoe, dus ik dacht met twee schoon rond te draaien en makkelijk voorop te blijven. Maar dat bleek niet zo. Ik heb de hele tijd zelf moeten rijden, omdat hij eigenlijk niet echt wou overpakken. Dus ik heb de koers in handen genomen. Ik zeg gewoon blijven rijden voor mijn klassement. En Van Empel, je porde hem aan om mee te werken? Het gebeurde niet, maar ja, oké, dat is ook een tactiek. Maar ik heb eigenlijk gewoon gereden voor mijn klassement. We zijn weg. Ja. Voorlopig iedereen een goede start. Geen enkel technisch probleem, ook Nijs deze keer niet. Maar toch wel een beetje in het wiel van Het is Van Tornhout die als eerste de bocht gaat nemen met Stibar, met Pauwels en dan Albert in vierde positie. Zo zijn ze de bocht ingegaan.
En achteraan is het al Drummen. Van Tornhout kijkt al even om. Is iedereen er heel uit doorgekomen? Ja, zo lijkt het wel. Ze draaien hier rond de kerk. Hier wordt, u ziet daar nog links de witte lijnen. Hier wordt gekaatst. Dit is hier nog een streek waar de kaatsport zeer populair is. En hier gaan ze dan naar dit drempeltje het veld in. Ja, ik denk zeker en vast dat we vandaag een super geconcentreerde en heel gemotiveerde Klaas van Tornhout en Sven van Tornhout aan de start zullen hebben. Ze rijden hier tenslotte voor een werkgever, Jurgen Mettepenningen. Ja, en die mannen willen hier uiteraard presteren. En een overwinning voor hun zou uiteraard ook wel leuk zijn en mooi zijn. Hè? Ja, van Tornhout alvast goed gestart. Sven van Tornhout die hing daar zo wat rond 15e positie. En achteraan de blauwe truitjes, dat zijn de Mongolen. Rijden er hier twee mee. Bij de beloften hebben er ook twee meegereden. Eén van die beloften deed het overigens heel erg goed. Hier van Tornhout met Albert, met Pauwels, met Stibar. Dan hebben we de Knecht in positie. 5, Nijs, 6, Franzooi, Arnoud, Page, Jan Verstraten, Sven van Tornhout en Erwin Vervecke. Dat moet zowat de top 12 zijn op dit ogenblik. Ja, snijden hier die S-bocht aan. We gaan nu dus naar de nieuwe hindernis. De twee heuveltjes. Voilà, alles verloopt daar ook vlot voorlopig. Ja, hier lag achter de hoek een zandbak. Die is er niet meer. Nu zijn het die heuveltjes. En zo meteen gaan ze de eerste beklimming van Zoggeberg nemen. Er is één bergje dat hier ligt. Waar ze langs drie kanten naar boven rijden. En zo meteen is die eerste beklimming. Hier is die. Ligt het hier wat nat, dan is het echt moeilijk. Maar nu geen probleem voor die profrenners. Ja, en als we nu naar de staat van het terrein kijken, dan zien we dus ook dat het toch wel heel droog is ten opzichte van deze morgen en bij de junioren en zeker bij de beloften dan al. Is heel veel opgedroogd, hè. En nog altijd Klaas van Tornhout. Gisteren verrassend goed, vond ik, in Hasselt op een parcours dat helemaal het zijne niet is. Overigens ook, Hamazoggen is eigenlijk geen Klaas van Tornhout parcours. Maar hij doet het hier erg goed en vorig jaar was hij hier tweede. Kan altijd zo verrassend uit de hoek komen. Weet u nog, vorig jaar winnaar in Gieten. Volgende week overigens Gieten ook rechtstreeks op VT4 te volgen. November is de superprestige maand, een beetje traditioneel. Ja, we zien ook een hele goede start van Jonathan Page. Dat is toch ook wel iemand die heel veel techniek en karakter heeft. Maar ja, soms laat hij nog wel een keer afweten, Jonathan. Maar nu heeft hij dus een hele goede start gemaakt. Dan laten we hopen dat hij dus toch ook wel een beetje de wedstrijd meekleurt. Rijdt daarin. Dat was de man met de zwarte trui. Nog altijd van Tornhout die het commando neemt. Nu Niels die resoluut naar de kop gaat. Ja, waarom doet Albert dat hier? Is dat een cruciaal punt? Ja, eventueel voor de brug. Ik denk hier. Dus hier hebben we dus de trapjes. En dan die bocht hierna, die is toch wel link. Pauwels die daar zijn fiets bijna verloor op die trap. Er zit toch wel een linker bocht daar beneden. Hier zien we nog eens, let op de man in derde positie, Kevin Pauwels, die daar een kleine struikeling maakt. Nu, het zijn ook trappen, je moet ze per twee nemen om het vlot te doen. Mistrap je daar, dan blijft die fiets wel achter. Maar geen probleem, Pauwels terug mee. Hier Page, Arnouds, Jan Verstraten opnieuw, goede start. Mocht u gisteren niet naar Hasselt gekeken hebben, Verstraten heeft daar die eerste ronde compleet voor zijn rekening genomen. Heeft uiteindelijk de wedstrijd niet beëindigd. Sukkelt nog met de naweeën van een ribbarst die hij opgelopen heeft na een val in Gaveren vorige week. Maar dan vind ik dat hij nog niet slecht rijdt om met een barstende rib te rijden. En Albert die legt er serieus de pace op nu. Het valt daar een beetje uit elkaar. De Knecht moet een gat laten. Nijs die vindt dat niet leuk. Die zegt van Gerben uit mijn weg, want ik wil daar in het spoor van Stibar zitten. Ja, Niels gaat er terug keihard tegenaan. Hè. Hij moet het ook wel doen, want hij weet dat op dit parcours kunnen we best met 20 man naar de finish gaan wanneer er geen serieuze schifting gebeurt. En je kan beter enkele keren schiften. Want wees maar zeker, dit is niet de enige aanval van Niels Albert. We gaan er nog veel meer zien in het verloop van deze wedstrijd. Ja, we hebben ook dit jaar als heel spectaculaire wedstrijden gezien. Hè? Hier opnieuw die Zoggeberg op, af en zo meteen derde beklimming ervan. Dat is dan via een trap. En hier staat natuurlijk verschrikkelijk veel volk. Het is een heel overzichtelijk parcours voor het publiek. Hans de Klerk moedigt daar zijn renner aan. Dat is Klaas van Tornhout. Hans de Klerk, ploegleider van Sunweb ProJob. En ik kijk eruit, waar zitten mijn andere mannen? Voorlopig nog geen andere mannen te zien. Hier is dan de tweede man. Dat is Sven van Tornhout in het spoor van Verstraten. Dan zien we Vervecke, Zlamalik, Simunek, Peters, Dieter van Tornhout. Hier is Gilles, hier is De Nolf, daar is Van IJzendoorn. Leemans komt er ook aan met Dlask.
En we gaan naar het einde van de eerste ronde. En er valt al een kloof in, hoor. Stibar moet zich hebben, Peters, wat zeg ik, Pauwels ook. En de Knecht nog altijd werkend daar een beetje, maar nu gaat hij opzij voor Sven Nys. Sven Nys, die nu voorbij de Knecht aan het gaan is en moet bij die leiders raken. Of hij kan die volgende ronde achtervolgen en het is makkelijker om toch wel in het spoor te beginnen. Even de schade opmeten. We hebben dus een kopgroep van 4. Voilà, die hebben een 3/4 seconden voorsprong, denk ik. Onder aanvoering van Sven Nys. Met Gerben de Knecht, Enrico Franzoy, Bart Arnout, Jonathan Page, Jan Verstraeten, Sven van Toornhout en Martin Zlamalik. Heer Dieter van Toornhout, Rob Peters, ook twee mannen die in de balans liggen voor die wereldbekerselectie. Dus stel maar eens dat Bart Welles terugkomt. Nu, je hoort veel stemmen die zeggen van ja, Bart Welles, waarom moet hij per se in Kokzijde terugkomen? Laat hem toch in Gieten starten. Dan, als hij daar bewijst goed te zijn, dan is er toch geen discussie. Dan zal Rudy De Bie hem wel selecteren voor de wereldbekerwedstrijd. Rob, is dat geen valabele uitleg ook? Ja, Flip, iedere uitleg is valabel natuurlijk. Maar ja, de bal ligt volledig in het kamp van Rudy De Bie natuurlijk. Het is natuurlijk niet makkelijk. Ja, er zijn 8+1 renner die mogen geselecteerd worden. En daar moeten de Belgen het voorlopig mee doen. En that's it. So, Rudy moet dus ja, in alle moeilijke omstandigheden gewoon zijn huiswerk maken en een selectie maken. Ja, ik heb ook begrip voor de argumenten van Jan Verstraeten. Die staat nu 16e. Ach, wat is 16e, zullen veel mensen zeggen. Maar vergeet niet, kan hij die positie handhaven? Op het einde ligt er toch wel een cheque van 2000 euro klaar voor zo iemand. En voor een renner als Jan Verstraeten is dat, hier is hij trouwens, de man met nummer 27. Voor zo iemand is dat ook toch vrij belangrijk, 2000 euro. Aan de andere kant, er is een gevaarlijk precedent vorig jaar. Niels Albert, lang buiten strijd geweest. En waar maakt hij zijn heroptreden? In een wereldbekerwedstrijd. Ja. In Zolder. In Zolder, ja. Uiteraard. En nogmaals, daar is gewoon de selectie hier. Rudy De Bie die zijn selectie maakt en punt aan de lijn. Ja. We zijn benieuwd. We gaan ons er niet te veel mee moeien. Er zijn argumenten voor beide partijen. Ik denk dat Nys toch aan het terugkomen is. Ja, voilà. Toch wel een grote kopgroep worden dan nu. Maar Albert die gaat dus toch wel heel hard tekeren. Klaas van Toornhout die moet alle moeite doen. Maar daar slaagt hij voorlopig wel heel goed in. Ja. Ja. Het zijn de 4 die aan de leiding rijden. Het zijn ook de 4 die gisteren vooraan zaten in de uitslag. De top 4 van die uitslag trouwens. Bart Arnouts missen we, maar die hangt iets verderop. Niet veel verder. Hier materiaalpost, bochtje naar rechts. Lag er zeer glibberig bij vanochtend, maar ook nu opgedroogd. Ja, we zien terug een massa toeschouwers toch wel hier present in Hammezoge. Ja, die verbeten blik die blijft maar op het gezicht van de wereldkampioen. Ja. Het gaat er razendsnel aan toe, Peter. Ja, inderdaad. Vlamalik Arnouts Verstraeten nog altijd. Vervekke, ook vorig jaar goed hier in Hammezoge. Was 4e, geloof ik, in die sneeuwomstandigheden. Ja, en Pauwels moet toch een metertje per metertje een beetje lossen. Ja. Niet veel, maar toch. Jankt aan de rekker, ja. Hier de Alskafbrug, voilà. Ja, en nu is het dan van Toornhout om daar een klein schuivertje te maken. Hij was al boven en dan mistrapt hij zich, denk ik. Franzoy doet dat heel vlot, ja. Pakte 3 treden tegelijk en bleef aan de laatste haperen. Blijft gewoon met zijn voet aan de laatste trap hangen, ja. Alle renners doen het daar per 2. Ik had het gevoel dat Klaas van Toornhout 3 treden nam. Ja. Hij heeft natuurlijk lange benen. Maar toch komen de anderen niet terug voorlopig. Hè. Ze zitten niet ver, ze zijn niet, af, ze zijn niet uit de running natuurlijk. Maar toch, meter per meter, dat maakt het ook moeilijk. Want Albert die valt helemaal niet stil. Hè. Zeker niet. Ik denk degene die dus terug het werk zal moeten doen, zal dus terug Sven Nys zijn. Hè. Ja, tenzij heeft natuurlijk die 2 Telenet Fidea's voor zich. Die gaan zich er niet zomaar bij neerleggen. Ik weet niet hoe intensief jij Hasselt gezien hebt gisteren, maar Stibar die lag te sterven, maar is toch nog teruggekomen en hij wint dan ook nog. Maar dat gaat die Albert hier niet laten gebeuren als het van hem afhangt. Nee, zeker niet. Hier hebben we zelfs Gerben de Knecht die hier aansluit in de groepje. Ja, ik vind dat hij een goed seizoen aan het rijden is, Gerben de Knecht. Heel regelmatig, altijd in de top 10, zonder veel uitschieters. Een mooie replay, hè. Ja, Niels die daar toch een beetje nerveus wordt. Iedereen sluit terug aan. Heeft proberen de forcing te voeren. Maar
Ja, op dit snelle parcours is niet evident. En daarmee zit Sven Nys aan de leiding. En nu gaat hij wel even het tempo bepalen. En zeker en daar op de technische stroken toch wel even aan een boom schudden. Toch altijd dezelfde tenoren. Ja, vier Belgen, een Tsjech en een Nederlander. Heel leuk om Harmen de Knecht erbij te zien. Wat er vorige week gebeurd is trouwens, Peter, met weet je nog, dat achterwiel van Klaas van Tornhout dat uitvalt. Kan je dat nu geloven dat zoiets gebeurt? Eigenlijk is dat frappant dat zoiets gebeurt natuurlijk. Ja, uw achterwiel dat er gewoon uitvalt, dat is onbegrijpelijk. Ja. Ja, zeker in een crossfiets, hè? Ja, onbegrijpelijk. Ja. Dus zeker met die V-brakes, dat is bijna onmogelijk dat dat eruit valt. Ja, we hebben het allemaal gezien, het was wel een feit. Hoe is het in het veld, Chris Manaerts? Wel, ik sta bij Richard Groenendaal. Hoe is het in het veld eigenlijk? Hoe het in het veld? Ja, mij gaat prima. Dus nee, ik vind het hartstikke leuk om zo bij te zijn. En toch een beetje koersspanning, maar niet met de pijn ervan. Geen redder van AA vooraan in de gelederen. Maar wel een redder die meetraint dikwijls met jullie, Gerben de Knecht. Dat verrast je? Nee, het verrast me niet. Gerben is dit seizoen weer duidelijk beter dan voorgaande jaren. En een goede start gemaakt en dan op zo'n parcours gaan ze hem niet snel meer wegrijden. Maar nu komt er een hele groep terug aansluiten, dus nu wordt het weer knokken voor ieder plekje. Wie tipt Richard Groenendaal vandaag? Ja, ik blijf altijd bij dezelfde drie namen. Ik heb Sven Nys heel hoog staan op het moment, die rijdt gewoon heel erg sterk. En die heeft iets goed te maken van gisteren, dus dan gok ik maar op Nys. Oké, bedankt. Richard Groenendaal. Richard Groenendaal, geen renner van AA Drinks bij vooraan. Wie zijn die renners? Thijs Al bijvoorbeeld, Eddy van IJzendoorn, Tom van den Bos. En de kopgroep die groter wordt. Hè. Dus ook Simonek, Jan Verstraeten, Sven van Tornhout en Bartje Arnouds hebben dus ook post gevat in de kopgroep. Dus dat wordt dus nog spannender, nog tactischer. Dus ook voor de renners zeer stresserend natuurlijk. Je moet dus altijd knokken, vechten om een goede plaats te houden. Hè. De beste plaats is daar waar Sven Nys zit, vooraan. En hier in de bocht zien ze dat natuurlijk, dat de groep groter geworden is. En kunnen zeggen, oh, dan moeten we nog maar eens versnellen. Hè. Nu is het natuurlijk zaak, sommige renners die erbij gekomen zijn. Wanneer je goed bent, dan moet je meteen naar voren in dat groepje gaan. En ze komen met nog terug, hoor. Hier Zlamalik, Franzoy, Peters, Vervecke, Dieter van Tournout. Het gaat hier nog een grote groep worden. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Maar Sven, ja, die gaat ook nog op de weg vol er tegenaan gaan. En die Stibar die zal wel onmiddellijk overnemen, denk ik. Hè. Nu moet hier Zlamalik het karakter hebben of medewerking krijgen. Wanneer het een beetje stilvalt bij die kopgroep vooraan, dan kunnen deze renners erbij komen. Maar zover zijn we nog niet. Ah, Franzoy die neemt gegarandeerd over, ben ik zeker van. Hier is het een beetje allemaal omkijken en dan vertraagt het en dan is het zien wat er gebeurt. Hier hebben we dus de grote kopgroep. Er wordt een beetje naar elkaar gekeken natuurlijk. Ja, 10 man. Ja. Zoggenberg met Klaas van Tornhout die het tempo terug de hoogte injaagt. Met Sven Nys, met Stibar, met de Knecht, Simonek, Albert, Pauwels, van Tornhout, Arnouds en Verstraeten. 10 leiders hebben we. Maar tussen Jan Verstraeten en het groepje daarop zitten maar 5 seconden. Dat is een groepje met Erwin Vervecke, met Peters, Franzoy, Zlamalik en Dieter van Tournout. Dus dat groepje dat kan misschien wel terugkomen nog. We zijn in de 5e ronde, op het einde van de 5e ronde. En we gaan er hier 10-11 afleggen. Dus we zijn net over half koers. Nu zien we toch dat we dus een hele kleine drietallige kopgroep hebben met een klein 10-20 meter verschil ertussen. Maar ik zag daar ook Simonek op kop rijden. Dus meer dan waarschijnlijk zal hij dus toch wel de wereldkampioen terugbrengen. En een slipper van Sven Nys, opgenomen beeld. Ja. Niks aan de hand. Hij leidt hier nog steeds aan de leiding met Stibar en Van Tornhout. Inderdaad, ze zijn weggereden hier net voor het asfalt. En het is Albert zelf die het nu moet gaan doen op 4 seconden. Niels moet dus inderdaad niet op de steun rekenen van zijn ploegmaat. Hij moet het inderdaad zelf doen nu. Albert is het gat aan het dichtrijden. Ja. En Sven van Tournout ook nog goed. Hè? En Arnouds pikt zijn wagonnetje aan. En dit mogen we dan zeggen zijn dan misschien de
minder sterke drie uit deze kopgroep. En hier Rob Peters, die zag dat het te traag ging bij die achtervolgers. Die vorige ronde was het Erwin Vervecke die al het werk deed, maar je zag het dat het vat aan het leeglopen was bij Erwin Vervecke. En het viel dan stil op de weg. En nu is het Rob Peters die het probeert in zijn eentje te doen, want veel steun kreeg hij niet meer van Erwin Vervecke en van Enrico Franzoy of van Dieter van Toerenhout. Hier nog eens terug op de brug. Vijf man samen nu op de brug. Zes, zeven, voilà. Acht. We zijn weer met tien, Peter. We zijn weer met tien. Voilà. Met de moed er wanhoop verstraten, maar hij is er wel bij. Ja, maar dat is nu net het probleem natuurlijk. Je zit mee aan de kopgroep, maar toch zit de laatste man. Je zit mee, maar je zit eigenlijk niet mee. Je zit eigenlijk veel te ver. Maar chapeau, het is niet evident om daarbij te hangen natuurlijk. Het is natuurlijk de wereldtop. Ja, en Bart Welles die is op dit ogenblik aan het kijken. Die zit voor zijn tv, die zegt man, wat moet dat hier volgende week worden? Hij kan misschien zo'n valies maken voor Gieten. Maar iedereen resoluut recht op het wiel natuurlijk. Er zijn nog zekerheden in het veldrijden en dit is er één. Valt dat stil, dan gaat Bart Arnouts in de aanval. Het is niet de eerste keer dit jaar en gelijk heeft hij, gelijk heeft hij. Uiteraard, ja, natuurlijk. Hij moet ook zijn huidvel verkopen, zijn vel duur verkopen natuurlijk. Hier op Peters, die er ook langzaam maar zeker aan het doorkomen is. En opvallend, vorige week was hij ook nog bij de mannen die veel lawaai maakten over die terugkeer van Bart Welles. Maar ik denk dat hij plots beginnen beseffen is van, oeh, dat is eigenlijk binnenkort een ploegmaat van mij. Want op het einde van het seizoen, op 1 januari stapt Rob Peters over naar het team van Telenet Videa. Wordt dus ploegmaat van Bart Welles en Stibar. Ik vind het ook wel leuk om te zien dat dus Radomir Simonek nu ook plaats heeft in de kopgroep. Die heeft toch ook wel al moeilijke momenten gehad dit seizoen. Is toch ook wel een topper, een toptalent ook. En zeker met zo'n naam. Daar een gedubbelde renner. Opletten. Ja. Toch alles verloopt netjes. Voilà, daar die Simonek. Is toch wel een klasbak ook. Hè. Ja, en hier Peters die dichter aan het komen is. Hè. Peters is dichter aan het komen. Gewoon weggereden van al die anderen. En hier terug dat hellinkje. Geen probleem voor Albert nu. Maar het is Arnouts die stilstaat. En zet de anderen te voet. En ja, daar kan Anderstraat niet mee lachen. Maar hoe is dat nu mogelijk? Ja. Dat is inderdaad niet goed. En dan nog die frustratie van Rob Peters die nog zijn vuist terug insteekt. Hij zou zich dan beter concentreren op die achtervolging. Het is frustrerend natuurlijk, maar je verliest nog extra tijd door boos te worden. Hier zien we het nog eens gebeuren. Die man was zich van geen kwaad bewust natuurlijk. Die zegt, ik ben mooi uit de weg gegaan voor die kopgroep. Maar ja. Ik heb het nog niet verwacht. Huh? Ja. Peters was sneller dan verwacht. Nu Klaas terug. Hè? Klaas gaat terug in de aanval. Hè? Dus gevolgd door Niels. Ja, waar zit Niels en waar zit Chris Manaerts? Ik sta bij Christophe Roodhoofd. Wat lees jij vandaag op het gezicht van Niels Albert? Ja, het gaat vandaag duidelijk wat moeizamer dan de voorbije week, heb ik de indruk. En hij was daarnet ook echt niet attent in de koers. Hij zat aan de 98e positie en dat is hier een verschrikking, denk ik, vandaag. Het is echt wel hard tegen hard, hè? Want Albert is opnieuw weer een snok eraan aan het geven. Ja. En ook Klaas moet zich nu rappen, hè? Die mag. Ja. Het is echt op de tanden bijten. Die mag nu geen seconde twijfelen en ook zeker geen aarzeling maken of geen slipper maken in een bocht of dat is fataal. Hè. En bewonderenswaardig met zo'n schouderblessure, peesgeurtje in de schouder. Iedereen, doe het maar. Iedereen nu eigenlijk op een tiental meter zo. Dus, voilà. Hier die man in zevende positie met nummer 27. Rijdt met een gebarsten rib rond. En rijdt rond voor een wereldbekerselectie volgende week in Kokzijde. Ja. Ja. Ah, Klaas verliest toch een klein beetje terrein, ja. Laten we hopen dat hij nog kan aansluiten. Met zijn grote passen hier op die brug. Dus voilà. Al de eerste drie netjes over de trappen heen. En geen fout. Ja. Moeizame ingang daar wel. De reuze grote Alskafbrug. Ja, 58 meter. Ja. Het toptrio. Met Klaas. Kort achterstand. Radomir. Kevin. De Jakke. Dan onze twee Rabobankrenners. En Sven van Toornhout nog. Ja. En hoor het publiek maar tekeer gaan.
Kijk naar die massa. Dat is echt een massa volk hier, hoor. Amai. Het is heel goed georganiseerd, vind ik hier ook. Het publiek ziet werkelijk heel veel. Er staan ook veel tenten. Ja, er is over nagedacht, over alles, over het parcours, over de layout van het parcours. De implanting van... Oh, daar een Nijs weg. Ja, kijk eens daar naar elkaar. Ja, dat wordt toch wel even getwijfeld op een demarrage van Sven Nijs. Ja, die heeft dat ook onmiddellijk gezien. Die gaat zeker de benen niet stilhouden achteraf. Het groepje daarna gebeurt dat wel. Ja, en Albert zegt van... Ja. Ik niet. Nee, jullie mogen het ook wel eens doen nu, hè. Ja. En Stibar zegt dan van Tornhout, jij mag het ook eens doen, man. Ja. Ja, nu, als ik eerlijk moet zijn, van Tornhout heeft zijn deel van het werk hier al gedaan. Niels Albert zeker. Het is dan toch misschien wel eens Stibar die het mag doen. Maar die heeft natuurlijk ook geredeneerd van gisteren heb ik wel gewonnen door nog een beetje te profiteren van de anderen door terug te komen. Waarom vandaag ook niet? En ook Stibar, die speculeert op het feit van ja, die Klaas die rijdt voor eigen volk voor zijn sponsor. Eigen volk voor zijn sponsor, die moet het maar doen. Maar het gat is dicht. Het gat is dicht gereden. Stibar doet het zelf. Ja. Ja. Terug een kopgroep van 4. Ja. Ja. En die andere 6 die mogen het vergeten. Ja. Pauwels gaat hier vandaag niet winnen. Simonek evenmin, de knecht Arnouts van Tournout en Verstraten ook niet. Ja. Maar toch, het is terug een heel mooie wedstrijd. Oei, Jakke ging daar bijna dwars staan. Ja. U vraagt zich misschien ook af, waar zitten de Fransen? Want geen Cadret of Mouret hier te zien. Het is ook hun omloop natuurlijk niet. Maar vandaag is de tweede manche van de Challenge National. Een soort Frans regelmaatheidscriterium. En daar zijn alle Fransen uiteraard aan de start. Ook Heule, die is hier niet. De Zwitserse kampioen, die rijdt in Oester in eigen land. Waar trouwens ook Marcus Burkhardt, ex-Gent-Wevelgem winnaar, aan de start staat. Burkhardt, behoorlijk crosser trouwens, als jeugdrenner. Heeft overigens ook vorige week in Duitsland al een cross gewonnen. Wie weet, als hij ooit niet meer aan de bak komt op de weg, kan hij in het veld een nieuwe carrière beginnen, Marcus Burkhardt. Klaas van Tornhout die daar de rug strekt. Ja. Ja, ik denk dat er wel wat oplapwerk is aan zo'n renner als Klaas van Tornhout na een wedstrijd. Is natuurlijk lang. Al die lange renners hebben dat. Ook een De Knecht, ook een Las bijvoorbeeld. Allemaal een beetje last met de rug. En dan bij Van Tornhout zit daarbij komend natuurlijk die schouderblessure. Ja, en dan cross er altijd ook verschrikkelijk veel macht uit zijn rug. Ja. Op een laatste keer de Olskefbrug. En onze leiders, ja, die zouden bij wijze van spreken nog durven surplassen. Ja, dus ja, ze hebben tijd. Want er is nog niks te zien van de achtervolgers. Laatste ronde. Ja. Ja, de laatste ronde die gaat echt toch wel alle hens aan dek zijn. Hè. Ja. En voor mensen mij gaan beginnen sms'en. Ja, Sven Nys heeft hier 5 keer gewonnen. Heeft hier de allereerste Bolkenscross, toen die, zo heette de wedstrijd vroeger, gewonnen. Maar toen was het nog geen superprestige. Ook Mario de Klerk heeft nog eens zo een manche gewonnen. En ja, 1 ronde te gaan. Stibar, eindelijk, hij schiet wakker. Ja. Aanval van Stibi. Maar geen probleem voor de anderen om te volgen. Is dat nu goed, verstandig wat hij doet? Want hij is één van de snelste renners hier in de kopgroep. Ja, maar eigenlijk is dat een te makkelijke strook om aan te vallen. Te makkelijk, waarom? Omdat het is gewoon rechtdoor daar. Dus ja, de meest ideale plaats om te gaan aanvallen is net voor een technische strook. Een paar moeilijke bochten of de trap of de Bolkesberg. Daar kun je het eigenlijk gaan doen, daar kun je het verschil maken. Maar op een lange strook is dat eigenlijk, ja, laat me zeggen, bijna getelefoneerd. Hè? Ja. Nu doet hij dus eigenlijk veel werk. Nijs, ja, die zit netjes in tweede positie. Klaas van Tornhout ook heel attent in derde. En dan Niels in vierde stelling. Maar we zien toch ook dat het toch relatief harder begint te regenen. Misschien heeft dat al een invloed op een van de bochten. Maakt misschien iemand een schuivertje. Dus het komt erop aan van gewoon vooraan te zitten. Ja. En hier Kevin Pauwels achteraan in de groep. Ja, hij heeft niet zijn dag van gisteren. De renner die aan de leiding rijdt, heeft voorlopig altijd gelijk. Niels Albert, het is op de tanden bijten en we zagen daar Sven Nys in tweede positie echt loeren op zijn prooi. Dit zijn de mannen in strijd voor positie 5 met Vervecke, Sven van Tournout, Jan Verstraten, Dieter van Tournout. Ja, maar schrijft Niels Albert ook nog niet af. Hè? Hij heeft intussen toch al wel een meter of 15 achterstand op Stibar, maar dat is niks. Niels mogen we nooit afschrijven, nooit. Hè? Zeker niet.
Ja, toch wel ja, een mooie strijd terug. Hè? Ja. En de regen druppelt steeds verder neer. Daar rijden ze langs die gigantische VIP-tent. Kijk eens wat veldrijden allemaal teweeg brengt in Vlaanderen. En hier is ook een link bochtje hier. Zeker nu met de regen hier. Rechts en dan verder links. Ja. Kijk, deze morgen lag het daar echt zeer nat bij. En kijk eens hoe het allemaal opdroogt. Maar nu moet Albert langzaamaan naar voren schuiven. Wil hij nog iets doen? Hè? Kijk, hij versnelt daar. Hij moet ook wel. Maar Niels doet dat ook op die hele lange stroken. Die zijn basissnelheid is zo hoog. Die rijdt dat gewoon op één flits dicht. Voilà, dat zien we dus nu ook. Ja. En door het vele draaien een keer, je hebt weinig passagemogelijkheden. Het parcours is reglementair 3 meter breed, zoals het hoort. Maar uiteraard maar één ideaal padje. De kortste weg. Ja, dat is het altijd natuurlijk. Ja. Iedereen rijdt op dezelfde stroken. Ja. Hier de brug. Ja, nu de trappen. Hier geen fouten maken. Stond bijna even stil, Niels Albert, voor hij die trap ging nemen. Stibar die blijft maar volgen. Ja, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. En zij zegt van, ik wil van die Niels Albert vanaf. Want die andere, die kan ik wel aan. Nee, maar hij raakt ze niet kwijt. Hij zou beter op zijn spurt dan misschien speculeren. En nu zijn al zijn krachten weg. Nu ja, wanneer Stibar straks wint, dan hebben wij toch alweer ongelijk. Jan Verstraeten daar ook nog even in discussie met Bart Aarnout. Die voelt blijkbaar de pedalen niet vandaag. Ja, dat wordt nog een pittige strijd hier ook, hoor, voor die vijfde plaats. Ja. Daar heeft Jakken hem eens gekeken op het feit dat Sven van Turnhout links is. Die stond er bijna te voet. Ja. Ja, Sven van Turnhout is een linkshandige renner. Ja. Maar hier, die Stibar die blijft maar kanon geven. Ongelooflijk. Ja. Nu Nijs neemt over. Ja. Niels wordt echt moeilijk. Ja, het is op de tanden bijten. Zijn achterstand is iets te groot. En hier die mensen die daar beter niet zouden staan. Alsjeblieft. Ja. Haal ze eraf, maar het heeft de moeite niet meer natuurlijk. Nu wachten we toch wel met spanning af naar de kopgroep. Hoe ziet die eruit? Volgens hier moeten we zitten bij Sven Nijs. Ja. Dit is het ideaal moment. Dit is de zone waar het moet gebeuren. Nog één keer die trap. En wanneer hij die voorsprong kan behouden, dan pakken ze hem niet meer terug, denk ik. Geen fout maken op die trap nu, waar hij vorig jaar in de sneeuw struikelde. Stibar bijt zich vast in het wiel. Van Turnhout zit daar ook nog, hoor. Het gaat tussen deze drie. Ik denk dat we Niels Albert kunnen vergeten. Deze renners ook. Het gaat tussen Nijs, Stibar en Van Turnhout. Niels Albert is... Van Turnhout moet direct doorgaan. Ja, dat doet hij ook. Ja. Nu kijken wie daar als eerste terug uit die laatste bocht komt. Want dat is nu cruciaal op dit ogenblik in de wedstrijd. Waar zijn de leiders? We zien ze niet. Nee, maar er is een camera uitgevallen op het foute moment. Maar we gaan ze wel zien komen. Ja, er was toch een aanval, denk ik, van Klaas van Turnhout. Het laatste beeld die we hebben gezien. Ja, ze komen daar. Het is een spurt met drie. Spurt met drie. En het valt hier even stil. Oh. Stibar. Ja. En Van Turnhout is boos en ongelukkig, maar Stibar pakt hier twee op een rij. Nijs, tweede. Ja. En Klaas van Turnhout, heel ontgoocheld, derde. Heeft daar misschien een foutje gemaakt in die laatste bocht. We hebben dat niet kunnen zien. Ja, kan gebeuren. Niels Albert, de wereldkampioen. Een derde plaats gisteren, een vierde vandaag. Voor het eerst naast het podium. Voor het eerst naast het podium. Laat dit geen voorbode zijn, maar heeft heel knap gereden vandaag. En zijn manager Christophe Roodhoofd had dan toch gelijk. Hij geeft mij niet de indruk die hij normaal geeft. Niels Albert, maar wat is dat? Niet goed rijden en toch nog vierde worden in zo'n topwedstrijd. En hier dan de spurt voor de vijfde plaats. De spurt voor de vijfde plaats. Met Sven van Turnhout, alsjeblieft. Sven van Turnhout pakt hier de vijfde plaats voor Vervecke, Simunek, Aarnouts, Pauwels, Verstraeten, Franzooi en De Knecht. Alsjeblieft, Sven van Turnhout. Wat een succes voor hem persoonlijk. Ja, dat is heel goed gedaan natuurlijk. Ja, Rudy De Bie, man. We hadden een 5 op rij verwacht, zeker op het einde toen je op de koppositie zat. Maar Stibar wrong er zich nog voor. Ja, ik heb misschien iets te laat mijn demarrage ingezet. Ik kon een paar meter nemen, maar dat was niet genoeg. Er was heel veel wind op kop. En dan is denk ik een beetje de fout die Stibar maakte in Omé. Door te demareren en dan de spurten moeten aangaan, dan zit een beetje met volle benen. En het feit dat Klaas nog demareerde,
kon ik niet echt goed zien hoe ver we achter Klaas waren. En op het moment dat ik voelde dat Stibar eigenlijk in de wind zit, dacht ik van ik ga erover en ik probeer Klaas nog terug te pakken. Maar ik botste ook met mijn hoofd tegen de wind en ik had misschien nog iets langer in het wiel moeten blijven en echt de laatste meter eruit komen. Maar verliezen van Stibar in de spurt, dat is natuurlijk geen schande. En ik had vandaag wel een goede dag, maar het was hier bijna onmogelijk om alleen voorop te rijden door de wind. Ik heb even een kloof gehad in 3 ronden voor het einde, denk ik. Maar je moet daar gewoon niet aan beginnen, want je rijdt helemaal dood. Dus ik denk dat ik gedaan heb wat ik moest doen. Ik had misschien iets vroeger moeten aanvallen. Maar ja, in de spurt is dat altijd kantje boord. Zeker tegen Stibar. Hij heeft vandaag verdiend gewonnen. Wel, goed nieuws. Je komt samen met Niels Albert aan de leiding in het klassement. Die 10e superprestige eindzege zit er nog altijd in. Ja, ik doe mee. Ik denk dat we met z'n drieën echt er zullen moeten verknokken tot de laatste wedstrijden. In heel veel klassementen. Ik hoop dat ik er eentje naar mij toe kan trekken. Het is al knap dat we zo'n spektakel kunnen bieden aan de mensen. En ik geniet er ook wel van. Het is jammer dat ik vandaag niet win, maar ik denk wel dat ik alles geprobeerd heb en dat ik strand op een paar meter. Geen overwinning vandaag, maar hoe blik je eigenlijk terug op dit weekend? Ja, niet echt tevreden. Hè. Gisteren heb ik echt door pech gewoon niet kunnen meedoen voor de overwinning. Anders denk ik dat ik daar ook gewoon mijn rol wel kan spelen. En vandaag denk ik dat ik op mijn waarde geklopt ben in de spurt en dat we elkaar waard waren in die groep. Dat ik daar gedaan heb wat ik moest doen. Alleen is er eentje net iets rapper en dat kan ik wel mee leven. Alleen gisteren ben ik wel teleurgesteld over. Bedankt Van Nijs, ik laat je naar het podium gaan. En straks komen we zeker terug met Zdenek Stibar en Klaas van Tornhout. Ja, uitslag, een Tsjech klopt. 8 Belgen zien we hier in de top 10 staan. Stibar wint voor Nijs en van Tornhout. Niels Albert 4e. En dan de spurt voor de 5e plaats die gewonnen is door Sven van Tornhout. Heel knap voor zijn terugkeerweekend. Vervekken is 6e. Ook goed na zijn pech gisteren. Zijn traparm die dus afgebroken was. Simonik 7e. Arnouts 8e. Pauwels 9e. En Jan Verstraeten 10e. De naam Verstraeten is veel gevallen vandaag. U weet waarom. Franzoi, de Italiaan, is 11e voor Nederlander de Knecht. Rob Peters, 13e. Hard teruggevochten, maar uiteindelijk toch geklopt door zijn vroegere kompanen. Dieter van Tournuit, 14e. En dan op een verdere achterstand kwam Thijs van Amerongen binnen als 15e. Nog net in de superprestige punten. Die zijn er net niet voor. Dlask, Van den Bos, Van IJzendoorn, Page en Thijs Al. En daarmee heeft u de top 20 volledig. Niels Albert, zij delen de leiding met 56 punten. 1 puntje meer dan Zdeněk Stibar. Ook hij, de Tsjech, die mag je niet uitschakelen voor de rest van het seizoen. Hè. Van Tornhout volgt op 10 punten. Maar zijn gieten komt eraan. Waarom zeg ik zijn gieten? Volgende week is het gieten. En dat is de wedstrijd die hij won vorig jaar door Bart Welles in de sprint te kloppen. Pauwels 5e voor Arnouts. Simonek, Erwin Vervekken, die klimt van 10 naar 8. De Knecht die staat op 9. Die zakt een beetje. En Sven van Tornhout die doet de beste zaak. Die duikt de top 10 binnen. En hier het vervolg van de tussenstand. Maar dat is allemaal al veel minder belangrijk op dit ogenblik. Klaas van Tornhout, heel wat te vertellen, zegt Filip. Dat zal wel. Wat gebeurde er in de laatste 500 meter? Ja, het was Stibar die aanging de laatste ronde. Ik zat goed in het wiel van Nijs, een derde positie. Ik was heel goed vandaag. Het is mijn eerste goede dag eigenlijk van het jaar. Er is niet enkel Nijs, Albert en Stibar. Als ik goed ben, weet ik dat ik die mannen kan volgen. Ik heb het vorig jaar kunnen, waarom zou ik dit jaar niet kunnen? Dat is mijn antwoord. Ik had een goede dag. Ik weet dat ik het niet elke week zal doen, maar ik had een goede dag. En de laatste, net voor de weg viel het even stil. Sven Nijs viel volledig, Sven Nijs liet het volledig stilvallen. Ik achter mijn moment. Ik kon 20 meter slaan op de weg, maar nee, ik denk dat Stibar dichtgereden heeft. Stibar was heel sterk. Ik viel een klein beetje stil. Het was nog een lang eind tegenwind. En dat was mijn dikke pech. Het was net niet, maar voor hetzelfde geld win ik hier. We zagen je slaan op je stuur. Is dat uit pure frustratie of is dat uit boosheid? Oh, ik heb gisteren ook een stomme sprint gereden. Ik was ook heel sterk de laatste ronde gisteren. En dan zei de vierde. Vandaag, gisteren kon ik even goed winnen. En vandaag kon ik ook even goed winnen. Maar het is net niet. En daarom bal ik een beetje. Maar bon, ik sta op het podium. Ik ben heel tevreden. Ik denk dat mijn baas ook tevreden is. Zdeněk Stibar, 2 overwinningen in 1 weekend. Het lukt. Dat is super. Een droomweekend. Ik heb dat niet verwacht. Gisteren ik heb ik gewonnen. En dan... Je kan niet verwachten dat ik 2 keer
lukken in een weekend. En dat is super. En ik moet nu echt genieten en profiteren van dit feeling. Hoe verliep deze wedstrijd eigenlijk? Van in het begin volgens plan? Ja, ik had echt een beter feeling als gisteren. En, ja, maar ik was altijd een beetje achter. En dan, we waren allen met vier. En ja, dat was één keer dat Sven geprobeerd. Albert was heel enorm, heel vier, heel snel gereden. En ja, maar dat was tot de laatste ronde met vier. En ik heb alles gereserveerd voor de laatste ronde. En dan voor de sprint. Ik was een beetje bang van de, ja, when Klaas was weggereden in de laatste bocht. En Sven was naast mij en dan, ja, dat was zo, gaat dat of gaat dat niet? En dan, ja, was, ik heb gewonnen.